Ja, de hoofdpartij Nico Pulvermuller versus Shai Gerena. Nou, ik ben benieuwd. Nou, Nico gaat meteen in aanval. Jetzt geht los, Nico. En Shai denkt, ik blijf gewoon op de grond zitten. En Nico gaat telkens voor de benen. Maar beide nog niet echt helemaal in gevaar. Nou, wel wat dichterbij bij de hielen. Hij gaat voor een steek voetklam. Een voetklam lijkt wel. Hij draait voor een angle. Kijken of hij hem kan krijgen. Maar Shai zorgt dat hij een arm... zijn hand op zijn knie heeft, zodat hij niet uitdraait. Goede defense. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Oh,
een mooi ijskrasje tussendoor. Ja, ik ben er nog steeds. Zo gaat het heen en weer. Om door te rollen. Nou, beide proberen ze gewoon de leglock game. Maar ik zou zeggen, hè, aan beide vechters dat ze toch even moeten switchen waarschijnlijk. Ze cancel elkaar een beetje uit qua skills in de leglock game. Maar je kan ook gewoon winnen op punten, dus als je maar een aantal catches hebt. Tempo is wel wat hoger dan de meeste matches die ik nu, tot nu toe heb gezien. Vraag me af of ze dat tempo ook zo kunnen volhouden, nog 3 minuten te gaan. Ja, met tempo bedoel ik ook gewoon dat ze meer kracht zetten. Tenminste aan de kant van Nico. En Nico gaat weer voor de heel hook. Maar Shai denkt ook daar niet voor terug. Hij gaat voor zijn eigen heel. En Shai knikt heel kalm mee. Zegt, not close, my friend. En ze rollen bij uit. Shai gaat toch voor de aanval. Springt voor full guard. Maar ja, het is een zweterige bol. Dus het is slip en slide op dit moment. Ja, Shai staat toch met een punt voor, maar het is heel erg close. Nico gaat voor een hele mooie trip. Maar Shai weet op te staan. Ja. Nico gaat voor de rug.
één hoek in. Krijg je de tweede ook in? Ja. Twee ook. En Rear-naked choke misschien ook gelijk. Ja. Nico krijgt de Rear-naked choke. Winner by submission. Red Corner Nico Pulvermuller. Hey guys, first of all, Shai, thank you for the sick match. It was pure awesome. And I want to tell you guys something which is like especially in the combat sports a no-go theme. So since nearly a year, I suffer from very hard depressions. And only 2 weeks ago, I was in a hospital for mental health. And then I got a message from Jochem that he wants me to fight there. And I was like, fuck, I need to get out of here. I need to train. I need to be prepared for the fight because I know Shai and I know he's gonna be a hard opponent. And I managed it. I had only 1 week of preparation for this. And it's so sick. So for all of you guys out there who suffer from any kind of mental health diseases, you can do everything as long as you want it. You need the right mindset. Thank you.